Hallo, mijn schroeven DPNL met een nieuwe video voor je. En vandaag ben ik hier met dat ik mijn matras nog neer moet zetten. In ieder geval, we zijn vandaag met een nieuwe Journey video. En nu begint het echt leuk te worden, want we zijn voor mij bijna klaar met de competitie en dan kunnen we de play-offs in. En ja, hartstikke leuk en leuk en leuk allemaal. Heb je nou nog niet de eerste aflevering gezien? Er staat nu een i'tje in het scherm. En dan kan je de afspeellijst van de Journey checken. Alle afleveringen tot nu toe. Ik hoor veel mensen die zeggen van ja, ik vind het zelf geen reden om te spelen. Ik vind het wel leuk om te kijken, daarom kijk je. Nou, helemaal top. Daar zijn wij voor. Let's go, gaan we door. Trainen. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dan zeker kan niet beneden. En dan krijg je elke dag een FIFA 18 video in je subbox. Waarschijnlijk allemaal om 4 uur. Oh ja, 4 uur is de dag dat ik upload. Wil je staan bij het stuk shit shirt hier in de Nederlandse vlag zit? Ja, ik weet ook niet waarom. Wat doe ik nou? Mijn Journey geliefd. Oké. Dat klopt niet. Dat is een verkeerde ontiteling. Deze ontiteling klopt niet. Oké, daar gaan we. Dit klopt niet, man. Hey. Limo was nice. Bit miffed you didn't pick me up though. Oh yeah, what is it? When are you gonna give your mom a hug? Come on. Ja, je komt nu pas kijken na weken. Good flight. Long. Dit is een ham. Dit is wat. Look at this place. Very nice. Very nice. LA's treating you well, Alex. A shame Granddad couldn't come over with you. What's wrong? Just think maybe you should have told me about Kim. Well, you met her. I met her. Well, you have to understand how hard it was for me when your father left. He chose them over us. What was I supposed to do? She's my sister. Your half-sister. I was protecting you. Thanks. Heel vies ik elke dag zelf shirt aan heb, hè? Misschien is dat wel een beetje goor. Maar oké. You all had left. Aww. Kom op, geef je moeder een knuffel, Alex. Kom op. Do you want to get out of here? We could get something to eat. Somewhere nice. Ik wil even dat hij hem weg ging sturen. Stap, zet de deur, gooit de deur dicht. Haha, skuut! Prank, moeder optieven. Heb je voor niks gevlogen? Ah. Nee, dat is onaardig, hè? Nee, dat is niet heel aardig, nee. Mimi! Nieuwe wedstrijd? Yes, tegen Chicago. Hoeveel staat Chicago? Gaan ze moeten 6 blijven houden. We mogen echt niet verliezen. Seattle Sounders moet even verliezen. Chicago staat 42 wedstrijden spelen. 42, we hebben pas 33 gespeeld. Jezus. Geen schema of zo. Dat is echt kapot voor wedstrijden nog, jongen. Ik vind die wedstrijd wel leuk, maar zoveel wedstrijden gaan spelen gaat ook wel ver. Oké, let's go. Dan gaan we weer, jongens. Let's go. Oh, laatste speeldag. Ik hoor net van jullie dat het laatste speeldag is. Oh mijn god, dus deze wedstrijd moeten we winnen, anders halen we de playoffs niet. Oké. Concentratie. Goed. Goed. Hunter, schiet! Goed schot, jammer, keeper stopt hem. Hunter, schiet! Zo, wereldgoal! Huntertje, let's go! Yes! Blijven, want één foutje kan fataal zijn. That's all you, Granddad. Lekker. Dit is een heerlijk doelpuntje, hoor. Zo. Over in de kruising gesproken. Wat is dit vies lekker, zeg. Vies lekker? Oké. Dit is echt ongekend. Hij schiet de bal gewoon tegen zijn eigen speler aan. Dit is echt ongekend, hoor. Gas, er is niet voorbij te dribbelen langs de speler. Echt niet. Als je 1-1 staat, is niet te doen. Echt fucking lastig. Dit is goed. Dit is goed. Hunter! 2-0. Yes. Hoppakee. Dit is lekker hoor. Op wereldklasse. Dank u. Huppa Hunter. 3-0. Lekker. Hattrick held. Heerlijk dansje. Dit is lekker hoor. Lekker. 3-0 gewonnen. 3 goals. Heerlijk. Hattrickje. Naar de playoffs. Yes. Ik denk dat we al richting dat pandakapsel gaan hoor. Panter. Daarvoor moet je maximaal vurig zijn. Maar op zich, ik kom er toch wel in de buurt. Your performance today was particularly impressive, leading by example with a spectacular display. Je moet niet zeggen dat je de beste bent, je moet laten zien. Ja,
Yeah. As far as I'm concerned, you can talk about being the best all you like, but it doesn't mean anything until you prove it out there on the pitch. I think I did that today. I think we all did. I don't think anyone can argue about the influence you had on the game. Congratulations again and good luck. Dankjewel, man. Dankjewel. Thanks. Wat is dit lekker zeg. Oei. Hey, we hebben nieuwe puntjes ook. We hebben puntjes kunnen inzetten. Hoppakee. We hebben nieuwe eigenschappen. Snelling kost 3, kracht kost 2 en buitenspel voor omzeilen. Boeie is dat. Versnelling, wat hebben we hier? Korte paas, nee, sowieso. Snelling, plus 3. Lekker. We hebben 31 nieuwe dingen. Is het tijd om Alex even een beetje te stylen? Ja, eigenlijk wel, hè. Oké, eerst even de garderobe bekijken. 3 nieuwe t-shirts. Een rood t-shirt. Blauw, deze is wel vet. Nee, helemaal niet trouwens. Gast, die stenen kunnen gewoon niet weg. Stenen is gewoon legendary. We hebben hier een grijs shirt. Strepen. Adidas. Adidas Tango. Dit Adidas Tango shirt. Nee. Gast, dan kan je niet lopen als je een shirt met stenen hebt. Shirt met stenen. Keihard. Dat is die steen. Oh, dit is hard. Zwart broekje eronder. Goed. Doe toch maar zwart. Zwart broekje eronder. Hetzelfde kleur als die steen. Groene. We hebben nieuwe schoenen, jongens. Paarse. Ziet er niet uit. En rode. Rosé. Oh, dan kan ik wel dat rode ding ook aan. Even kijken. Zullen we dit even aan doen een keertje? Wil ik wel een andere broek. Wil ik een lichte broek aan. Ja, we gaan hier wel even mee door. Alexje. Hopelijk kunnen we een keertje haren weer. Uiterlijk. Nieuw kapsel hebben. Maximaal 4 uur persoonlijk. Hebben we bijna. Wat is dit nou? Oh mijn god, dat is lelijk. Ik ga er wel mee. Ik ga ermee spelen. Het is leuk. Hoe dat van de kapsel hebben, jongen. We hebben ook een nieuwe tattoos. Maar ja, oeh, ik kan nu een diamant achter in plaats van een kroon. Nee, tot de kroon. Kun je een schip? Nee. Ik vind mijn tattoos vind ik goed zo. Het haar ziet er niet uit, maar maakt niet uit. Ten nu hebben we 12 nieuwe dingen. 12 nieuwe schoenen, oké. Okay. Ik heb tijd voor andere schoenen inderdaad. Ik pak deze wel. Dit is echt goed. Camouflage, de witte. Mooi, oké. Okay. We zien er helemaal nieuw uit nu. Helemaal top en gaan we door. Let's go. Gaat er gebeuren? Een cutscene. Goed haar, man. Your party tomorrow. Same guy and a thing. Should be a good time. Come by if you don't have any other plans. No, man, sounds good. Oh, ga ik weer zuipen. Swing by after 6 tomorrow. Party should have started by then. Cheers, mate. Alright, man. Nice one. Wie zit nou weer? Kim. For a minute there, I thought I'd come to the wrong house. This place is awesome. Kim, Tivo. Ik dacht duidelijk was een EKW. Wat doe je hier? Hoe ben je helemaal... Ik dacht duidelijk was. Ik moet het pand haar. Sorry. I thought I made my feelings clear at the diner. Time's a healer. Hou je bek, gast. Zij vindt hem gewoon leuk. Het is mijn halfzus. Dit is fout. Look, I just wanted to give you these. Just in case you're not doing anything tomorrow night. Kind of a big deal, playing for the national team. It's just a friendly, but who knows, if I play well, I could get called up for a competitive game. Didn't know you played. Yeah, it's in the blood. Oh. Look, I appreciate this, but, we got plans. Oh. Okay. I just thought you might want to come along. Tell me what you think. I mean, how cool would that be? Alex Hunter giving me tips. Ooh. Yeah. Look, I'm sorry. I shouldn't have come here. Nee, Kim. Sorry, Kim. Kim, kutje. Kim. Oh, and for what it's worth, Real Madrid would have been lucky to have you. Oh. Wil je mijn piemel zien of zo? Jongen, je bent mijn halfzus, je bent alleen maar aan het likken, joh. Jongen, Alex, trap er niet in. Zij is gek, ze steelt je velgen. Daarnaast is het ook familie van je. Dus dat noemen we incest. Jongen, echt, dat die Kim is helemaal gek in de hoofd. Maar ze voetbalt wel, is wel leuk. Gezellig, kun je samen trainen. Oh, heb ik Max Vuurige persoonlijkheid? Ja, nee. Kapsel, ja. Yes! Panterkapseltje. Hoi. Yes, I'm a panter now. Yes. Kijk hoe fucking ziek kapsel dit is. Oké, 100.000 likes en ik neem ook dit kapsel. Haast, ik ben nu echt een mannetje, jou. Oh jee. Ik krijg weer een kutje. Alweer één, jezus. Alex, over hier. Hey. Man, you really know how to throw a party. Gast, is het tyfus aan? The studio is taking care of all of this. They deserve the credit. Goed haar, gast. You're right. Yeah. Are you sure? It's just my family is mad. Mad. Man. Same old song. Yeah. I Check it now. I just found out I've got a half sister. Which is crazy. Like, actually. Yeah. She's a good kid. Tough, determined. She plays too. Nice.
That doesn't sound so bad. No, it's not. It's... Gaan die wedstrijd. It's not. She's actually playing right now. US Women's National Team. USA v Germany. Friendly. She's 16. 16? On the senior team. She's the real deal. Yeah. What are you doing here? Neem Hans Vizan en blijf kennissen. Jullie sluiten misschien bij Alex aan. Dat doe ik. There's a pair. Wanna come? USA v Germany. Marozan, Pop, Press, Morgan, Anta. Hey, Chang, you're here with me. Yes. Yeah? Yeah? What about all this? I put in my time. Once in a generation, you get to see a superstar break out. Ali, before she scores. What the fuck? Maar waarom zou iemand ooit, ik weet het niet, zeggen in plaats van wil je mee? What the fuck? Ik kan ook niet voor dat Henry ooit nee zegt. Nou, misschien wel als je pushy bent, maar ik ben natuurlijk pure fire. US and A. Zijn jullie ook Hunter? Best logisch eigenlijk. Zij blij. Nu wil ze ook een Thierry Henry's piemels. Jongen. Nou, gaan we even een balletje erin zien. Moet ik nou spelen? Ik kan niet zeggen dat ik moet spelen. Dat zou nergens op slaan. Dat zou echt nergens op slaan. Ik moet spelen. What the fuck? Dit staat echt helemaal nergens op. Ik moet nu spelen met een vrouw. Dit is echt het meest random wat ik ooit gedaan heb. Jongen, ik ben fucking snel, man. Met Chicky Hunter. Dit is echt ook zo raar ineens. Jongen, geef een goede bal, jongen. Is dat Alex Morgan? Of is dat in de spits zeker? Alex Morgan. Lekker wijf. Hunter, schiet! Ja, ik score. Let's go! Beurt van dat 16-jarige talent, hoor. You have seen nothing yet. Kim, doe nou even niet zo arrogant. Je bent 16. Wat een heerlijk schot, zeg. Kim Hunter. Wat een toppertje. Jongens, doe een like als je Kim Hunter zou doen. Die 8,5 moest ik halen. Nee. Rip. 1-3. Rip. Ja, we gaan niet winnen deze pot, nee. Oké, jammer. 7,5. Niet slecht gespeeld, ook zeker niet goed. 8,5 niet gehaald, wel een goal. Winnen wedstrijd, nee. Oh, maar 1 van de 3 prestaties gehaald is niet heel goed. Maar ja, daar hadden we echt fucking moeilijke dingen om te halen. Dit was wel jammer, hier baal ik van. Nou, ik wil kut zien komen. See you tomorrow. Morgan. Wat fijn. Oh, dat zouden de Duitsers spelen. Huh, ik ben nu weer helemaal in het midden. Apart from in 66, right? A bit before my time. No man, I can tell you all about it, though. You hungry? I'm starving. All right, come on. My treat. Zo, ja, mag ik wel met je fucking 10.000 per week, joh. Vuile pantenkop. Oh jezus, ze hebben nu seks. Gast, waarom gaan ze allemaal hier eten? Last minute, right? And it's a penalty to win it. And I mean, I never miss penalties. This one flies straight over the bar, right into Rosie. I swear the ball moved right on the spot just as I hit it. Yeah, that happens sometimes. As long as it doesn't stop you taking the next one. It's been pretty full on, juggling training with school and stuff. Be worth it though if I get into college on a soccer scholarship. Hallo, dit is awkward. I've been coming to this diner for years with dad. They do good burgers. Listen, it was pretty weird for me when you turned up here the other day. Did you see the look on dad's face? Kim, what are you doing here? Right? I guess his lies finally caught up with him. You've got him all wrong, you know. He walked out on his family. Ever thought of asking him why? Do you know the guy? Not exactly much of a talker, is he? Oh yeah. Things aren't always what they seem. Oh, you sound just like him. Him. Doesn't mean I'm wrong. Without Dad, I don't know where I'd be right now. I owe him everything. You would have been fine. You can play. I wasn't talking about soccer. Oh yeah. She's all about to build. Oh jezus. Dan begint het eens heftig te worden. Jongens, we hebben het gehaald. Kom terug om gelijkspel te winnen in de USA-wedstrijd met Kim. Uitslag niet gelukt. Nee, je hebt geen flair. Zullen we best een nieuw kast? Ben ik te laat voor? Oké. Jezus. We gaan verder, jongens. We gaan gewoon nog een stukje door, hoor. Hoofdstukje 4, let's go. Jongens, hoofdstuk 4. Welkom in een nieuw hoofdstuk.
De grote gelijkmaker. Oké. Alex. Hey, so. Your last game in the Premier League, the crowd booed you. How did it feel? What did you do first thing when you came off? Oh, mate, it was awful. Yeah. Probably like worst experience of my life, I think. Just, I mean, I didn't really do anything. I just tried to get out there, you know? There, that's it. Right there. That feeling, I want you to bring that feeling back. Okay? Find it, carry it with you through the whole scene. This guy offers you a Coca-Cola. You decide to drink it. Right? Nice kid. Yeah. Generous. So you drink the Coca-Cola. You feel refreshed. Gosh, what is it? You feel uplifted. You want to give him something special so he'll remember this moment. That's it. Cool. You got this. Yeah. You're ready. Good. Yeah, you are. Let's roll on rehearsal. Quiet on set. Moet ik het spelen of gaat het gewoon uit zichzelf? And action. Hey Alex. Alex Hunter? Yeah. Forget them. They don't know anything. You're the greatest. Aww. Do you want my coke? Gaat, okay, vieze reclame. Dit is gewoon reclame puur in de journey. Yeah, hier is right, gewoon voor betaald, hè, de cola. Godverdomme, man. Wat is het? Waar kijk ik naar, gast? Hij is klaargekomen. Ex Hunter is zojuist klaargekomen. Nobody's gonna believe me. You got a phone? Yeah. Come here then. Duimpie. Cut! Yes! Killed it, guys. It was great. We good? Mate, I felt I was a bit nervous. Like, I wasn't sweating too much, was I? No, that was unbelievable. You kidding, man. Did you check the gate? Dit sloeg echt nergens op. Dit sloeg echt helemaal nergens op. Dit was gewoon een reclamespot in The Journey. Ik ga het ook gewoon niet in doen, denk ik. Nou, ik doe het wel in, maar het slaat echt nergens op, hoor. Pelle van Arnold. Yes. Van Arnold. This is cup football now. Win and we progress to the conference semifinals. Lose. And our season ends in failure. No. Today is when the hard work really starts, gentlemen. Give every ounce of your being and you can achieve anything. Even what no one thought possible. Goed haar. Like an aging Mexican making it to his first World Cup. Si se puede. Si se puede. Dan gaan we weer. Let's do this. Hunter. Yes, ik zweer het je. Die Finesse zijn zo fucking OP. Jongen, heerlijk. Dit is een uitstekende bal. Dit is lekker hoor. Ik zweer je, al die finesses gaan erin, joh. Zelfs op wereldklasse. Hunter, finesse shot. Ik zweer het je, echt alle finesses gaan erin. Het is niet knap meer. Alex Hunter. Dit is goed hoor. Maar ja, dit, al deze ballen gaan erin. Kijk nou, die zitten echt heel lekker in. Dit is echt onhoudbaar ook. Heerlijk. Lekker dit. We staan 1-1. 2-1, bedoel ik. Rip. Hunter chip. Oeh. Jammer. Maar ik ben nu ook gewoon 79 en ik heb nu ook nog eens versnelling erbij. Dit is gewoon OP. Bij 2-1 voor bij rust, prima. Kan beter, had ook zeker slechter gekund. Uitstekende analyse. Ik zie nu pas dat witte randje onder die 9.4 staan. Zou dat betekenen dat dat randje vol is, ga je naar 9.5 of zo? Of werkt dat niet zo? Oh, daar heb ik uitgehaald weer. Instructies. Nou, dat lukt wel. 10 pasen, ook wel gelukt. Winnen wedstrijd. Oké, dit is echt hele makkelijke instructies. Ik ga even kijken als ik een paas heb of wat dingen omhoog gaat. Geef een paas. Komt niks bij. Nee. Oké, laat maar. Ja, kom op. Schiet hem erin. Yes, assist. Ik ken niet eens het ding van assist, want die speler hem aanraakt. Want hij eet, zeg. Wow. Afgelopen. 2 goals, door naar de volgende ronde. Ik neem niet aan dat we een home and away wedstrijd hebben. Man of the match, Alex. Heck of a performance from you today. Any comment on the game? Ja, nu hoef ik niet meer vurig te zijn. Ik speel gewoon in het systeem van de coach. Good play. En ik ben ook helemaal vurig. Good coaching and good strategy. Now we all buy into the gaffer system. And it makes our jobs easier. Should the manager have gotten man of the match then? Nee. Don't see why not. Thanks, Alex. Yeah, no problem. Fuck dat, nu heb ik... Ah, kut, sorry. Oh, weer in vorm. Lekker hoor. Yeah, that's it. Just a side angle.
Oh, ik ben 15 miljoen waard inmiddels. Lekker. Weet je hoe lang ik Michael niet gezien heb? Echt fucking lang. Oké, mensen, in ieder geval, dit was het video voor vandaag. Het was wat langer dan normaal, maar hopelijk vind je dat ook leuk. Ik hoop dat je het leuk vond in ieder geval. Ik zie jullie weer morgen bij een nieuwe Journey video. En dan zeg ik, ja, like, veel abonneer de volgende keer. En ik zeg doei.